Goedemorgen, welkom bij het Beursjournaal van maandag 24 november. Europese beurzen starten de handelsweek naar verwachting positief. Uit Amerika kwam vrijdag het bericht dat Timothy Geithner, op dit moment voorzitter van de Centrale Bank van New York, minister van Financiën in het kabinet van Obama wordt. Dit gaf Wall Street reeds een zet in de goede richting. De redding van het noodlijdende Citigroup door de Amerikaanse overheid is helemaal een steun in de rug voor beleggers, die in Amsterdam vrijdag nog het laagste punt van 2008 bereikten. Er wordt 16 miljard euro gestoken in de bank in ruil voor een aandelenpakket. De AEX start naar verwachting rond de 3% hoger. De stroom aan derde kwartaalcijfers is inmiddels zo goed als opgedroogd. Voor beurs was er dan ook niet veel te beleven op de telexen. Verderop in de week komt er echter meer duidelijkheid over de staat van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. Vrijdag liet premier Balkenende weten dat de Nederlandse staat de nationale economie gaat stimuleren. Met een fonds van 6 miljard euro moet Nederland de kredietcrisis kunnen overleven, zo meent de regering. De stimuleringsmaatregel heeft daarmee een omvang van 1% van het bruto binnenlandse inkomen. Het is de verwachting dat alle leden van de Europese Unie een dergelijke maatregel gaan doorvoeren. Philips heeft tegen de verwachting in aangekondigd dat het banen gaat schrappen bij zijn medische divisie. Het elektronica-concern zal naar schatting 1600 werknemers, oftewel 5% van het personeelsbestand wereldwijd, ontslaan. Buitenlands nieuws. Wall Street wist vrijdagavond een slechte handelsweek een kleine positieve draai te geven. De Dow Jones won ruim 6,5% op 8046 punten. De S&P 500 kwam terug van het laagste punt sinds 1997 en pluste 6,3%. In Japan is de Nikkei-index vandaag wegens een feestdag gesloten. Elders in Azië is het sentiment niet zo positief als in Europa. De redding van Citigroup gaf wel steun aan de bankensector, die vroeg in de handel fors onder druk stond. De Hang Seng noteert op dit moment een min van bijna 0,9%. Tot zover voor vandaag. Een hele goede dag nog. Graag tot morgen. On Wall Street.